Videopocalypse is een project wat eigenlijk begonnen is met het halen van een aantal geluiden uit een videogame die in 1978 door Philips op de markt is gebracht onder de naam Videopack. En ik heb die geluiden daaruit gesampled en het zijn heel weinig geluiden, want het staat er maar een aantal piepjes en bliepjes in. Maar dat is uiteindelijk een beetje uit de hand gelopen en het is een nieuw album geworden. Ja, ik vind het Soundtrack Festival een aanwinst voor Rotterdam, omdat het multidisciplinaire erin spreekt me altijd heel erg aan en er wordt veel met jongeren gewerkt, zowel met geluid als met beeld en die combinatie daarin. En ik heb vanmiddag een aantal filmpjes gezien waar dus kinderen soundtracks voor hebben gemaakt. Ja, verbluffend, echt heel goed om te zien. Ja, hoe er creatief met geluid omgegaan kan worden. En ja, dat daarbij ook nog performances zijn, sprekers. Dus ik denk dat het uit kan groeien tot een zeer potentieel nieuw festival in Rotterdam. Ja, op dit moment ben ik met veel verschillende projecten bezig en allemaal ja, vanuit mijn eigen enthousiasme. Het zijn allemaal onafhankelijke projecten. Zowel een nieuwe documentaire, waarvoor ik ook naar New York ben gegaan om een gedeelte daar te filmen. En een aantal muziekprojecten. En het Videopocalypse project is eigenlijk een side project van Deformer. Onder die naam produceer ik vrij zware elektronische muziek. En dat komt dus ook vanavond uit op cd en op vinyl. En met die vormen komt er een nieuw album aan. En ondertussen weet ik mezelf niet erg in te halen wat betreft de plannen die ik nog meer heb. Dus ik werk het lijstje af en voorlopig zit er wel vaart in.